Ik denk dat hij gelijk dat ze hem kunnen begraven, of niet? Wat gaat u deze zondag doen? Wat ik ga doen? Ja. Wedstrijd kijken. Ja? En vieren. Kent de Jacques Zwart? Die ken ik. Ja, natuurlijk weet ik wie dat is. Vertel. Lampenlul. Het schijnt ook dat hij van Ajax is, heb ik ook wel eens gehoord. Zo. Vindt u ervan? Ik wist niet dat hij het nummer kon. Dat is bijzonder of niet? Ja, dat is bijzonder. Zeker als je hem regelmatig op tv hoort, dan zegt hij toch weer iets anders. Dit is voor, ik denk dat een hoop Ajax supporters dit niet zo leuk vinden. Ja, zie je wel, hij kan het ook. Wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Prachtig. Geweldig? Dat is toch mooi, van deze man. En Ajax ziet hij het Feyenoord lied zingen? Tuurlijk, tuurlijk. Eigenlijk is hij ook een Feyenoord. Maar uit volle borst, hè? Dus hij kent het ook nog. Dus het is niet de eerste keer dat hij het meezingt. Laat het hem maar niet zien. Nou, ik denk dat hij dat te zien krijgt. Ja. Ik denk dat hij gelijk dat ze hem kunnen begraven, of niet? Dat is gemaakt, denk ik. Nee. Hè? Dat is echt. Ja. Nou, laat hem erin komen dan. Ja? Ja, naar Woudestein, toch? Ja, dan mag hij ook zingen. Kan hij erbij zijn met de kampioenswedstrijd, toch? Nou ja, hij is eindelijk bij zijn verstand gekomen dan, hè? Ja? Ja. Na 80 jaar, laat ik het maar zo, misschien is hij nog wel ouder, heeft hij verstand. Yeah.